IJsland, het land van de vulkanen, vikingen, prachtige natuur, maar ook het IJslandse paard. In juni 2022 vertrok ik naar IJsland om daar een tocht te maken op IJslandse paarden. We reden door weer en wind. En ja, in IJsland kan het echt hard regenen. Ook zagen we wildlife, zoals adelaars. Dit is paardrijden in IJsland. In Reykjavik werden we opgehaald en na 2 uur kwamen we aan op onze accommodatie. Hier kregen we onze kamers te zien. We hadden een prachtig uitzicht. Dit uitzicht probeerde ik hier aan jullie te laten zien, maar ik faalde een beetje. Nadat we gezetteld waren, was het tijd voor onze eerste rit op IJsland. Ik reed op Bert, nou ja, zijn Nederlandse naam is Bert, en Sander reed op Ovir. Tijdens deze eerste rit ervaren we voor het eerst de tolt in IJsland. Het is ontzettend gaaf om deze extra gangen te mogen ervaren in het oorspronkelijke land van dit ras. Op de helft van onze rit hadden we een kleine pauze. Hier konden de paarden even rusten. Daarna reden we weer terug naar huis. Op dat moment konden we ook niet meer verder rijden, naar een waterval, vanwege de zee. Uiteraard gingen we op de terugweg weer veel tolten. Een leuk weetje over onze groep is dat we bestonden uit 2 groepen. 1, de toeristen, en 2, de IJslandse groep die hun eigen IJslandse paarden hadden meegebracht. Op deze manier kwamen we ook veel te weten over de IJslandse paardencultuur. Na een geweldige eerste rit was het tijd voor de tweede rit. Het eerste stuk reden we langs de weg. Deze dag begon best regenachtig, dus sorry voor de regendruppels op mijn GoPro. Na een tijdje verlieten we de weg en reden we een heuvel op waar we een prachtig uitzicht hadden. You like the view? Yeah, it's very nice. It's beautiful. Na een korte pauze bij dit uitzicht reden we weer verder. Over een smal paardje door een berg reden we verder naar onze lunchstop. Na de lunchstop gingen we een stuk over de weg tulten naar het strand. We moesten alleen nog een rivier oversteken om dan echt bij het strand aan te komen. Eenmaal aangekomen op het strand was het dan eindelijk tijd om de tulp te ervaren op het strand. Wauw, wat was dit gaaf! Uiteraard deden we tussendoor ook veel stappen en genoten we van de omgeving. Een leuk weetje is dat ze hier in IJsland handpaarden meenemen. Mocht er bijvoorbeeld onderweg een paard een hoefijzer verliezen, dan is er altijd een extra paard. Deze handpaarden laten ze gewoon helemaal loslopen op het strand. Na de strandrit reden we naar een weide toe waar de paarden overnachten. De volgende dag halen we de paarden weer op bij deze wei om vervolgens de route te vervolgen. De derde dag was fantastisch. Het weer was geweldig. We begonnen deze dag weer op het strand. We reden nu de weg terug naar de accommodatie. Tijdens deze rit hadden we een uitzicht op een gletsjer.
Een grappig feitje over deze gletsjer is dat hier een speciale energie hangt. Hierdoor bezoeken heksen graag deze gletsjer. Na het strand gingen we door naar de lavavelden. Wat heb ik tijdens deze rit respect gekregen voor deze paarden? Tijdens de rit over het lavaveld reden we over lavastenen, over smalle paden en langs diepe kloven. Dus je moest 100% vertrouwen op het paard dat deze de weg wel weet en niet zou struikelen. Nadat we de rit over de lavastenen hadden overleefd, reden we langs een vulkaan. Naast de lavavelden en vulkanen reden we ook door rivieren. We kunnen zeggen dat deze dag veelzijdig was. Na een rit van ongeveer 6 uur kwamen we weer terug bij de accommodatie. Het was een geweldige dag. We hebben prachtige natuur gezien. Ik ben benieuwd wat ons de laatste rit gaat brengen van deze geweldige vakantie. Hoe prachtig het weer gisteren was, was het vandaag somber en regenachtig. Gelukkig hebben ze in IJsland goede regenpakken en zijn wij niet van suiker. Dus laten we er een leuke laatste rit van maken. Deze laatste rit was totaal anders dan de vorige ritten. Vandaag reden we langs de kliffen en door het binnenland. Vrij snel kwamen we een adelaar tegen. Het schijnt dat het zeldzaam is dat we deze hebben gezien. Zometeen zie je een adelaar wegvliegen. Dat is het vrouwtje en de andere was het mannetje. Tijdens deze rit zagen we veel verschillende watervallen en reden we ook door kleine riviertjes.
Wanneer je denkt dat het niet meer mooier kan, blijft IJsland je verbazen. We kwamen aan bij een prachtig zwart strand. Het was jammer van de regen, anders hadden we waarschijnlijk een prachtig uitzicht gehad. Doordat het strand afgelegen ligt, is het ook voor andere toeristen lastig om hier te komen. Vervolgens verlaten we het strand en rijden we een heuvel op. Voordat we aankwamen bij het dorpje, moesten we ook bij de klif nog naar beneden. Dit was best wel steil, dus vanwege onze eigen veiligheid zijn we naast de paarden gaan lopen. Denk je even in, het regent. Het is glad en je hebt geen wandelschoenen aan, waardoor je heel voorzichtig moet lopen. Gelukkig houden de paarden rekening met je, zoals je wel ziet op de video. Na onze lunch in de regen en een heerlijke warme chocolademelk was het tijd voor de terugweg. We reden weer via dezelfde weg terug, maar nu konden we tijdens het steile stuk wel gewoon blijven zitten. Ondanks dat de route hetzelfde was en de dichte mist, hadden we het alsnog prachtige uitzichten. Ook op de terugweg hadden we weer het geluk dat we de adelaars zagen. Eentje zat weer langs de rand bij de klif en de andere was aan het jagen. En toen was het tijd voor het minst leuke gedeelte. We moesten afscheid nemen van de paarden. Doordat we de volgende dag niet meer gingen paardrijden, mochten de paarden terug naar de grote weide. En de weiden in IJsland zijn echt heel groot, dus kleine kans dat wij ze nog de volgende ochtend bij het hek zouden zien. Deze paardrijtocht was fantastisch. Ik kan het elke paardenliefhebber aanraden om een keer een paardrijtocht te gaan maken in IJsland.